Goedemorgen. Bedankt voor het inloggen. Deze morgen zijn we hier met Joren Vroeg, een van de gebruikers van het eerste uur van de app Viva Teamwork, die bij Danone ook wel bekend is als POCA. Het heeft twee verschillende namen. Dus nadat Joren Vroeg zo vriendelijk is geweest om daar vandaag wat extra uitleg bij te geven. Dus bij deze het woord aan Joren. Ja, nou, bedankt voor de uitnodiging en dat doe ik graag. Ik zal me even voorstellen. Ik ben Joren Vroeg. Ik ben Learning and Development Coordinator. En ik ben daarnaast ook CrossBBU Global Responsible voor onze app POCA of ook Teamwork. Het is een beetje gek hoe mijn carrière is gelopen, want ik zit nu inderdaad in learning. Maar ik ben ooit eens begonnen als operator en dat kwam ook puur omdat ik vond leren niks. En ik ben toen uit de MTS gestapt en het leerlingwezen ingegaan. En binnen een jaar, toen ik in de productie zat en echt dingen leerde en het gelijk kon toepassen, was ik eigenlijk ook al mensen aan het trainen. En dat vond ik echt superleuk. En zo is mijn carrière verder gegaan. Ben ik op een gegeven moment mentor geworden, assessor, officieel examinator, content geschreven, wat uiteindelijk ook mbo gecrediteerd werd. En voor de laatste 10 jaar ben ik Learning and Development Coordinator op de medische site van Danone in Zoetermeer. Dat is onze grootste medische fabriek. En daar proberen we door voeding zoveel mogelijk gezondheid naar de mensen te brengen. Wij maken onder andere zondevoeding en andere voeding die je puur in ziekenhuizen en bij apotheken te krijgen zijn. Onze fabriek is inmiddels dit jaar 125 jaar oud. Dus we hebben een behoorlijke historie. We maken 200 verschillende recepten en dat doen we met 600 SKU's en we produceren voor 55 landen. En we hebben daarnaast behoorlijk wat productielijnen natuurlijk staan op ons terrein. Ik ga jullie even meenemen in het verhaal wanneer wij starten eigenlijk met dit project. En dat was in 2015. En in 2015 deed ik een rondleiding. En ik kwam op deze afdeling terecht en het was stil. Dus ik denk, nou dat is niet goed. Dus ik liep naar deze operator toe en ik vroeg aan hem, joh, van wat is er aan de hand? Kan je draaien? Want ik wilde deze mensen dat laten zien hoe de lijn draait. En hij begon een beetje te stotteren en zei van, ja weet je, ik weet het niet meer. En daar schrok ik wel van als Learning and Development. Want we hadden daar net €100.000 aan opleiding geïnvesteerd. En hij wist het ineens niet meer. Dus ja, toen ben ik bij mezelf te raden gegaan. Toen ben ik eens ook eens gaan kijken van oké, wat moet deze medewerker nu allemaal kunnen? En welke instructies moet hij allemaal voor zijn werkplek weten? En toen kwam ik erachter dat hij 196 instructies voor één afdeling moest weten. En ja, 196 instructies die allemaal papier waren, allemaal geschreven waren. Zonder plaatjes, veel tekst, dus niet makkelijk om te onthouden. Nou, je kan je voorstellen als we al die instructies in het hoofd van die operator stoppen, ja, dan gaat dat niet goed. Hè. Dat gaat bij jou niet goed, dat gaat bij mij niet goed. Dat lukt je gewoon niet. Daarnaast hadden we ook dat het echt in het hoofd moest zitten, want als hij erbij wilde komen, dan moest hij eerst een computer vinden, dan moest hij gaan inloggen, dan ging hij naar de Internet Explorer destijds. En dan naar intranet en dan kon hij via ons documentatiesysteem kon hij uiteindelijk de documenten vinden. Nou, je ziet hoeveel stappen dat is en hoe ver het weg zat. En we hebben toen destijds ook onderzoek gedaan in ons documentatiesysteem. Toen zagen we dat het echt bijna niet gebruikt werd. En dat is natuurlijk een kwalijke zaak, want je wil dat mensen volgens standaarden werken. Nou, daarnaast hebben we de albekende mappen natuurlijk in de kast staan van de OEM suppliers. Dat is natuurlijk ook heel lastig om even op te zoeken als je iets nodig hebt. En we geven uiteraard training. Nou, iedereen die binnen learning zit, die kent de Ebbinghaus Forgetting Curve wel. Dat is dat je, als je iets leert en je gebruikt het niet in de praktijk, dat je binnen een maand al 80% van je kennis kwijt bent. Nou, dat is natuurlijk zonde van de investering en dat helpt ons niet. We zijn toen goed gaan nadenken van ja, wat hebben we dan nodig. We zijn ook met operators gaan spreken en toen kwamen we eigenlijk op echt iets heel leuks.
We hadden eigenlijk gewoon een performance support systeem nodig. Hè, waarbij je op de plek en waar je het nodig hebt, wanneer je het nodig hebt, de juiste info kan raadplegen. Hè, zodat je minder hoeft te onthouden en dat je altijd de laatste versie hebt en volgens de juiste standaard kan werken. Nou, en toen zijn we met die operators verder gaan denken, hoe gaan we dat dan doen? Nou, wat als we nu een QR-code op een machine plakken? En we pakken een tablet en we scannen het. Nou, dat was natuurlijk een fantastisch idee. Ik met dit idee en deze presentatie naar ons hoofdkantoor, daar verteld van jongens, dit is iets wat we nodig hebben. Maar dan, ja, dan gaat de zoektocht beginnen. En ik kon heel eerlijk gezegd in Nederland niks vinden. Er waren wel performance support systemen, maar niks was geschikt eigenlijk voor een fabriek. Het was niet gebouwd speciaal voor in een fabriek. En ja, dan is het lastig. Nu had ik het geluk dat ik een flink netwerk had. En ik werd op een gegeven moment gebeld door het hoofdkantoor. Die zei, hey, we hebben wat gevonden. In Canada is er een fabriek begonnen met een tool die jij eigenlijk voorgesteld had. En dat was POCA, ook wel Teamwork. En dat is eigenlijk een cloud-based tool. Wat zo gebruiksvriendelijk is als Facebook. Het is echt heel makkelijk te gebruiken, ook voor elke operator. Super simpel. En het heeft een kennisbank als YouTube. Hè? Want je kan video-instructies doen, maar je kan ook posts doen met een video. Dus dat maakt het allemaal net even wat prettiger. Wat kan je allemaal in deze tool doen? Nou, je kan wat posten. Dus als je een probleem hebt of een safety-waarschuwing of noem het maar op, kan je allemaal in de nieuwsfeed stoppen. Je kan daar samen mee werken om problemen op te lossen. Je kan dat ook met verschillende fabrieken doen. Hè. Wij hebben binnen ons netwerk verschillende fabrieken binnen Danone die tool gebruiken. Dus je kan een expert hangen aan een machine. En als jij dan een probleem op die machine hebt, dan kunnen hun ook reageren. Je kan natuurlijk alles vastleggen, alle problemen en verbeteringen die je hebt. Je kan makkelijker samenwerken en je kan je skills bijhouden. En dat laatste vind ik natuurlijk als learning erg belangrijk. Nou, hoe doen we dat? We hebben dus daadwerkelijk tablets op de vloer, waar de operator inderdaad mee rondloopt en een QR-code kan scannen. Of een mobiele telefoon. En daarnaast hebben we ook POCA stations gemaakt. En op die POCA stations staan ook de regels voor het posten, voor als je een probleem hebt, wat mag wel, wat mag niet. En die regels hebben de operators zelf verzonnen. En dat wordt dus ook goed gehandhaafd. Dus het is geen Facebook waar je alles maar op kan posten. We willen het echt werkgerelateerd houden. Werd dit makkelijk geaccepteerd? De mobieltjes, de tablets op de werkvloer? Ja, dat werd super geaccepteerd. Zelfs de medewerkers die al bijna met pensioen gingen. Daar zagen we zelfs een hoger gebruik nog als bij de wat jongere medewerkers. Dus dat was erg leuk. De vraag die ik ook vaak krijg, worden ze dan niet gestolen? Nou, op de afdelingen waar we dit geïmplementeerd hebben, is er nog geen één gestolen. We hadden wel een andere afdeling waar het niet poker werd gebruikt, maar dan wilden ze een tablet voor iets anders gebruiken. En die zat helemaal vastgeketend. Nou, die is een keer gestolen. Maar je ziet op deze afdelingen worden de tablets doorgegeven per shift. En eigenlijk nog nooit ellende meegemaakt daarmee. Een stukje PDCA, hoe werkt dat dan? We hebben inderdaad een digitaal logboek. Hè. Als je een probleem hebt wat langer duurt, dan kan je een call for help inschieten. Hè. Natuurlijk doe je als eerste altijd gewoon even de monteur bellen van je wil een probleem verholpen hebben. Maar merk je van, hey, dit gaat wat langer duren, dan kan je die inschieten. En dan kunnen mensen jou helpen, maar je kan daar ook een leverancier aan hangen. In ons geval is dat Tetra Pak. En die krijgen dan ook een melding op hun mobiele telefoon binnen. En je kan dat zo instellen dat hun ook alleen hun machinepark zien. En niet andere posts en andere dingen van de organisatie. Dan ga je natuurlijk dat verbeteren en controleren. En uiteindelijk ga je ook zorgen dat je daar de juiste instructies voor maakt. En zodat je het probleem de volgende keer makkelijker kan oplossen. Inmiddels gaan we naar 21 sites. Dit jaar gaan we er 6 aan toevoegen. We zitten momenteel op de 15 sites waar het uitgerold is.
Dus dat is binnen Danone een mooie prestatie. Het is allemaal vrijwillig. De fabrieken bepalen zelf of ze ermee willen starten. Maar het is mond-op-mond reclame en we zien steeds meer vraag. Ik zie hier ook een vraag binnenkomen van Richard Dekkers. Die vraagt, wat is de tijdframe van de implementatie? Ik zie hier ook best wel wat fabrieken staan. Ja. Hoe lang ben je bezig met de uitrol van Teamwork? Ja, dat gaat redelijk rap. Je kan binnen een aantal weken kan je al starten. Je moet natuurlijk wel wifi hebben. Maar je kan, wat wij adviseren, wat ik ook adviseer aan alle fabrieken die starten, begin gewoon met één productielijn. En zodra je dat draaiend hebt, ga dan snel door naar de tweede productielijn. En binnen een maand kan jij al gestart zijn met met deze tool. Oké. Okay. Ja. Nou, wat hebben we tot zover gedaan vanaf 2017? We hebben 488 troubleshoots gemaakt. We hebben dik 5000 instructies binnen Danone gemaakt. We hebben al meer dan 72.000 nieuwsposts gemaakt door operators. En sinds vorig jaar, halverwege vorig jaar, zijn we ook gestart met formulieren. En er zijn ruim 660 formulieren gemaakt. En die worden ongeveer 570 keer per week ingevuld. Dus dat is een mooie prestatie om uiteindelijk naar paperless te gaan. En daar kom ik later nog even op terug. Poke of Teamworks, wat is dan de rol daarvan binnen Danone? Nou, inderdaad, het supporten van de paperless journey die wij hebben. We willen echt het papier verminderen. Het eigenaarschap ook van de medewerkers is heel belangrijk. Die krijgen steeds meer ook te zeggen door zo'n tool en die kunnen steeds meer hun ideeën ventileren. Het voorkomt fouten en het helpt ook natuurlijk met het snelle oplossen van problemen. Als ik thuis mijn vaatwasser het niet doe, dan pak ik ook een YouTube erbij. En dan zoek ik op van hoe ik dat probleem kan oplossen en zo kunnen hun dat ook doen. En het is voor ons, was het de eerste tool die als een global solution werd erkend door Danone. En zo zijn we nu die catalogus aan het uitbreiden, maar dit is... De eerste tool die het was, maar het is ook de eerste tool die we aanraden voor een fabriek om mee te starten als ze in de digital journey mee willen. Skills, ja, ik wil dat natuurlijk, ik kom vanuit learning, dus ik wil natuurlijk ook over skills hebben en hoe we dat organiseren. Vroeger liepen we schaduw, was er een buddy die met je meeliep en die alles leerde. Dat kost natuurlijk veel tijd. Je hebt twee personen nodig op de plek van waar je eigenlijk één man wil hebben. Ook wat we zagen was dat er vaak toch verschillende manieren werden aangeleerd. We hadden bijvoorbeeld 5 ploegendiensten, heb je bijvoorbeeld 5 trainers, 5 mensen ervaren operators. Ja, die hadden allemaal verschillende werkwijzes. Standaarden, omdat ze geschreven waren, konden verkeerd geïnterpreteerd worden. En ook alle instructies werden destijds alleen maar door een manager goedgekeurd. Ja, dan in plaats van door een expert. En alle kennis moest natuurlijk onthouden worden. Nou, wat zien we dan nu? We hebben gemeten en we hebben gezien dat er 40% minder geschaduwd moet worden. Dus dat is een behoorlijke besparing. Als je ziet hoeveel medewerkers toch wisselen van afdeling of nieuw binnenkomen. We hebben de instructies zijn ook behoorlijk verbeterd omdat we met meerdere afdelingen en experts naar gekeken hebben. We hebben bijvoorbeeld ook iemand vanuit compliance naar die video's laten kijken om ze goed te keuren in het systeem. Er zijn een hoop leuke verbeteringen uit voortgekomen. En de medewerkers kunnen nu leren waar ze waar ze maar willen. Ze pakken de tablet, ze gaan naar de machine toe, ze scannen, ze kijken wat video's. En zo kunnen ze hun taken leren. En we kunnen het volgen via de skill matrix. Een ander leuk ding is, we hadden een ervaren operator die had op een gegeven moment zoiets van, ja, waarom sta ik nog dingen uit te leggen? Dus die heeft op een gegeven moment een aantal medewerkers, heeft hij gewoon de tablet gegeven en gezegd, ga jij maar even die changeover doen. Of ga jij maar de lijn even opstarten. Hij kwam er echt achter dat ze met die video's, omdat ze van die goede kwaliteit waren,
gewoon de lijn konden draaien en die changeover konden doen, zonder ook maar verder ergens voor getraind te zijn. Het duurde wel ietsjes langer, omdat ze natuurlijk de video moesten kijken, stapje doen, pauze zetten, even. Maar als je dat een aantal keer doet, ja, dan weet je dat op een gegeven moment ook weer uit je hoofd. Dus dat was, vond ik een hele mooie, die gewoon vanuit de productie kwam, zeg maar. Ja, je zei net ook van, we hadden 5 verschillende trainers, dus eigenlijk 5 verschillende methodes om te trainen. Dat vat je dan uiteindelijk in 1 uniforme werkwijze. Hoe kies je dan de beste manier? Welke schijven gaat dat over? Ja, nou kom ik gelijk bij mijn volgende slide. En eentje daarvan is het gebruiken van SMET. Dus wat we nu doen, we pakken een GoPro, we zetten die op een operator zijn hoofd en we laten hem die taak uitvoeren. Dat doen we bij een aantal operators en dan kijken we gewoon, ja, hoe werken ze? En we hadden 1 changeover, die duurde 15 minuten en die duurt nu nog maar 5 minuten. Gewoon om de juiste stappen bij elkaar te pakken, hebben we die dus 10 minuten kunnen verkorten. En nou ja, daardoor weten we ook gelijk van, hey, dit is een goede instructie. Nou gebruiken we niet de filmpjes van de GoPro, maar filmen het wel echt netjes met de tablet zelf. Omdat het anders toch te schokkend is. Ja. Maar we gebruiken wel dat om de standaard te bepalen. Oké, dus je maakt eigenlijk voor van allemaal een aparte video van voor deze taak uit. En vervolgens ga je daar mix en matchen wat het beste is. Ja, en dan zie je de een die legt alvast alles klaar, de schaar en noem maar op. En de ander die gaat aan de slag en die pakt later een schaar. Ja. Dus ja, zo kan je ook zeggen van, hey, wacht even op die plek. Daar moet ook gewoon vast een schaar zijn. Dat soort kleine dingetjes kom je tegen, maar wat uiteindelijk een flinke tijdbesparing kan opleveren. Ja. Aantal lessons learned. Nou, één was natuurlijk dat we het SMET gingen gebruiken, maar de andere is wifi. En wifi is wel heel erg belangrijk. Ik moet heel eerlijk zeggen, toen wij zelf de pilot startten, was het een kleine afdeling. Daar hadden we even snel wifi opgehangen en we konden de pilot doen. Maar we konden niet doorstappen, want zo'n hele grote fabriek, helemaal voorzien van wifi, ja, dat is een enorme kostenpost. En dat moet natuurlijk wel even gedragen worden. Dus dat heeft even geduurd, maar wat je dan wel ziet, is dat het dan Facebook is met 1 vriend, zeg maar. Dus mensen die kunnen wel problemen posten, maar ja, als dat verder niet door de organisatie wordt opgepakt, dan is het voor iemand ook niet interessant om iets te posten. Dus dat was wel een hele goede learning en dat is iets wat we naar alle andere fabrieken ook zeggen. Oké, eerst wifi op orde. Dan kan je pas teamwork uit gaan rollen. Wat we ook nog geleerd hebben is dat video niet altijd een toegevoegde waarde heeft. Als het echt heel vaak voorkomt, ja, dan kan je het ook op met plaatjes en wat tekst kan je het wegleren of met een buddy. Waar het echt toegevoegde waarde heeft, dat zijn de troubleshoots en de instructies, de taken die niet vaak voorkomen. Want dan wil je het even goed terugzien. En dat heeft gewoon veel meer toegevoegde waarde. En een ander ding is, er zit een, per stap kan je een omschrijving kiezen met wat, hoe en waarom. En dat gaan we nu ook echt verplicht stellen om dat in de nieuwe instructies zeg maar toe te voegen. Want vooral het waarom is heel erg belangrijk in het leerproces. Nou, dan de skill matrix. Daar zit een heel proces in, waarin medewerkers natuurlijk de skills toegekend krijgen. En uiteindelijk worden ze endorsed, oftewel worden ze goedgekeurd. En dan wil je op een gegeven moment, misschien na 2 jaar of na 3 jaar, wil je ze nog een keer trainen en nog een keer goedkeuren. En dat zit eigenlijk gewoon helemaal in het systeem. Het mooie van die skills is dat je hebt je instructies daarin, maar je hebt ook je lesmateriaal daarin. Je hebt ook je toetsen daarin, je hebt ook je assessments daarin. Dus het is voor een operator is het heel duidelijk wat hij moet doen. En hoe is dan zo'n skill opgebouwd? Nou, wij hebben ervoor gekozen om dat niet per machine te doen, maar per werkproces. Want je ziet in een werkproces toch vaak dat je eerst bij de cardboard packer, dus bijvoorbeeld de laatste machine, begint. Dan ga je naar een vuller toe en zo om. Want hier moet je bijvoorbeeld de lijm alvast opwarmen voordat je gaat beginnen. Nou, dus we hebben werkprocessen gedefinieerd en dat zijn bijvoorbeeld het voorbereiden en het opstarten, het produceren, het stoppen, het reinigen en een line clearance of een overgang. En we proberen ook die skills per werkproces proberen we maximaal 9 per afdeling, het liefst een stuk of 7, dat het ook een beetje behapbaar blijft. Wat doen we dan nog meer? Nou,
We hebben als eerste moet ik wel even zeggen, Teamwork of POCA is geen leerprogramma. Het is geen leermanagement systeem. Het is echt een performance support tool. Dus wij hebben nog steeds een leermanagement systeem waarin we klassikale trainingen plannen. Waarin we e-learnings geven die verplicht zijn. Dat wordt allemaal nog steeds daarin bijgehouden. We gebruiken dit puur voor het werkplek opleiden. En dat is ook een mooie splits, dat ook iedereen weet van het werkplek opleiden vind ik daar. En de rest vind ik in onze Nutritia Academy. Hoe ziet dat er dan uit? We hebben daar een aantal modules voor gemaakt, want we willen niet alleen knoppendrukkers. We willen ook dat de mensen wat kennis doen. Aan de ene kant zie je dat we vooral taken wegleren. Dus dat zijn die werkprocessen. En dat doen we in verschillende stappen, dat hij op een gegeven moment alle taken kan. En daarnaast bieden we ze losse modules aan, kennismodules over proceskennis, productkennis, continu verbeteren, persoonlijk leiderschap. En als ze die allemaal bij elkaar kunnen, dan kunnen ze uiteindelijk getoetst worden dat ze daadwerkelijk echt beheersen. Nou, en dan zie je hier even een skill matrix die dan een teamleider ziet. Dus die kan precies per persoon zien hoe ver die is en wat er nog moet gebeuren. En een operator kan ook zelf een toets aanvragen en dan komt die hier ook nog een groen vinkje te staan. En als die bijna verloopt, dan zie je dat ook weer. We hebben ook de organisatiestructuur aangepast. Want we hebben natuurlijk, als we willen trainen, dan moeten we ook mensen hebben die dat kunnen faciliteren. Dus een nieuwe rol bij ons binnengekomen, dat is de celcoördinator. Dus we hebben een afdelingshoofd, een shiftleader, een nieuwe rol als celcoördinator. En die doet onder andere het mentorstuk oppakken. En daarnaast hebben we ook nog, wat vroeger bij ons de PE'er deed, hebben we nu ook een learning facilitator per afdeling die daadwerkelijk lesmateriaal gaat maken, die instructies gaat maken, die daar ook bij de operators bij gaat ondersteunen en alles wegtraint en ook examens afneemt. Nou, een aantal andere voordelen. Natuurlijk, ik heb het al gehad over het stukje training, omdat ik natuurlijk zelf vanuit de learning hoek kom. Inderdaad die 40% reductie op schaduw draaien. Wat ik ook heb gezien is dat we de skills echt 75% sneller op konden zetten als in andere tools. En ook het maken van een training ging ook super snel. Het is echt wat ik al zei, het is net een Facebook-achteromgeving wat zo makkelijk werkt dat je snel dingen op kan zetten en aan kan passen. Daarnaast hebben we natuurlijk bij andere fabrieken, ik heb dat zelf niet gemeten, maar we hebben natuurlijk een aantal pilots gedraaid. Daar zagen we ook dat het afval verminderd werd of dat de OEE omhoog ging door de implementatie van deze tool. Nou, daarnaast heb ik een implementatie gedaan in Brazilië. Een hele leuke fabriek waar ze, wat leukste eraan was dat ze nog vrij weinig digitale tools hadden. Zo hingen alle, communicatie hing aan de muur op papier en dat wordt nu allemaal netjes in de nieuwsfeed gedaan. En het leuke daarvan was, en dat was voor de directie en voor de medewerkers die ook dingen posten, is dat ze nu ook reactie kregen vanaf de vloer. Want het is niet één weg, je kan ook vragen stellen of mensen kunnen daarop op reageren. Issue management, wat we daar vonden is natuurlijk ook dat als er een probleem was, dan gingen we van de operator naar de supervisor. Dat werd wel in de Sims besproken, maar het werd niet echt vastgelegd. En ook niet, er zat ook geen verbeterplan achter om dan daarna instructies aan te passen of iets dergelijks. Nou, dat doen ze nu met de Kanban-feature in de tool, waarbij je dus kan zien van, dit staat nog open, dit moet nog opgelost worden. Je kan er ook prioriteiten aan hangen en wij hebben het momenteel ook gekoppeld digitaal aan ons SIM-systeem. Dus dat wordt allemaal meegenomen in de SIM-structuur. Jullie hebben het internationaal uitgerold, hè? Ja. En nou weet ik dat je ook bepaalde, je kunt eigenlijk ook operators toewijzen aan machines die in andere locaties staan, in andere landen. Hebben jullie dat ook zo uitgerold? Ja, we hebben hier en daar wel wat experts. Maar ik geef eerlijk toe, het zou nog beter kunnen. We zouden daar nog iets meer op kunnen focussen. We zijn toen destijds ook allemaal los gestart en nu is het echt een global solution. Dus ik ben nu veel bezig om de governance te creëren. En daar hebben we ook om de maand hebben meetings met alle owners. En
om dingen te verbeteren. En dit is een van die dingen die nog op de lijst staat om dat nog meer te doen. Okay. Dus dat je per machine ook echt zegt van oké, ik heb hier op een gegeven moment echt een expert. Oké, ik vul hem even, ik geef hem even het vinkje expert voor deze machine. En dan als je dan een probleem hebt wat vrij lang duurt, dan kunnen die ook daarop reageren. Ja. Okay. Nou, kennis natuurlijk, de troubleshoots. Vroeger zat dat alleen maar in het hoofd van de operators. Die wisten dan, nou, als ik deze storing heb, moet ik dat zo oplossen. Het werd nergens eigenlijk vastgelegd. En dat doen we nu dus ook met de troubleshoots in Teamwork. En ja, dat geeft ze dus een soort overview. Van de ene kant zie je een videootje bijvoorbeeld met het probleem. En aan de andere kant zie je een videootje met de oplossing. En zo... Zo kan je dat verhelpen. Nou, daarnaast hadden ze ontzettend veel instructies. Allemaal papieren, mappen naast de machine. En dat wordt nu dus ook allemaal via POCA wordt dat vrijgegeven. Het is veel makkelijker ook om up-to-date te houden. En een ander leuk ding wat ik daar zag is dat ze heel veel deden met de parameters. Die voor elk product. Hier ging het over de reps die om de kern heen gingen. Dan hadden ze dus per rep hadden ze daar een verschillende setting voor. Nou, wat hebben we gedaan? Die hebben we ook allemaal in POCA gezet. En als ze nu met de tablet de machine scannen en ze scannen de barcode van zo'n rep, krijgen ze daar de juiste settings voor. Dat geeft ze natuurlijk ook gewoon weer een flink voordeel. Dat is zo mooi net. Even wat makkelijker om ook up-to-date te houden. Ik zou nog even terugkomen. Inderdaad, paperless. Nou, paperless... zijn we nu ook druk mee bezig. We hebben echt bij twee fabrieken grote pilots gedraaid om ze nou, zo goed als paperless te krijgen. En POCA of Teamwork speelt daar een enorme rol in. En we hebben bijvoorbeeld in Opolen hebben we 35.000 stuks of papier en 183 kilo CO2 per jaar bespaard. Dus dat zijn weer een aantal mooie bomen die gespaard zijn gebleven. Zijn er nog verder vragen binnengekomen? Ja, ik heb hier eentje van Claudia Fransen. Die vraagt welke systemen of mate van structuur was al aanwezig in de Danone-fabrieken voor deze implementatie? En dan zegt ze bijvoorbeeld, en die zag ik straks ook al op een van je slides, bijvoorbeeld het documentbeheer via Manual Master. Ja. Dat was dus bij jullie al aanwezig, want anders had het... Ja, anders had ik niet met dat probleem gezeten. Heb je dan die documenten uit dat systeem in POCA gezet of ben je daar opnieuw mee begonnen? Nou, dat is nu door ons PLT besloten van, hé, we gaan dat helemaal overzetten. Het is natuurlijk ook heel je ISO-systeem zit daarin. Dus dat lag nog gevoelig. Dus in het begin maakten we echt puur de instructies voor de werkvloer. En nu zeggen we, oké, we gaan met het ene systeem stoppen. En we gaan kijken of we alles in POCA kunnen stoppen of in Teamwork kunnen stoppen om zo verder te gaan. Okay. Dus dat is een mooi doel voor dit jaar. En dan nog een meer ervaringvraag van Steven van der Heijden. Die vraagt, hoe hebben jullie de implementatie ervaren als bedrijf? Ja, je moet er echt een feestje van maken, want het is ook gewoon een feestje. Dit is eigenlijk een tool die gun je operators, zeg ik altijd. Het is voor hun leuk, leerzaam. En je ziet ook gewoon als ze het gebruiken dat ze ook vaak trots zijn om dingen te delen. Dus de implementatie zelf was ook gewoon echt een feestje. En zo hebben we het ook benaderd. We hebben dingen gevierd. We hadden taartjes met daarop de naam van de tool en noem het maar op. Okay, we hebben daar echt wel leuke dingen mee gedaan. Oké, mooi. Ja, maar dat ligt, jullie hebben dat dus zelf ook gewoon als een feestje neergezet. Dan wordt het vanzelf opgezet. Nou ja, zo werd het ook ervaren. Dus ja. Oké, dat is mooi om te horen. Dan zijn wij wel zo'n beetje... Er is nog eentje. Ook van Richard Dekkers. De investeringsomvang voor de pilot in Nederland. En dan in zijn geheel. Dus digitaal, infrastructuur, de wifi die je al noemde. Ja, software en natuurlijk ook de devices, want je hebt dus iPads op de werkvloer per shift. Ja. Dus hij is benieuwd wat dat ongeveer... Ja, ik weet het bedrag niet uit mijn hoofd, maar dat viel me reuze mee. We hebben op die afdeling hadden we 5 man in een ploeg zitten, dus dat zijn 5 tablets. Ja. Keer 200 nog iets aan euro's. We hadden wifi, het was maar een kleine afdeling, we hadden 2 access pointjes nodig.
Dus dat viel toen op zich wel mee. Overzichtelijk. Ja, ja. Ja. Oké. Dan zijn wij voor nu door de vragen heen. Nou, dat is mooi. Mooi. Leuk. Dan wil ik je hartelijk danken voor deze presentatie. En dan gaan we waarschijnlijk eventjes kijken naar een demo video van Teamwork. Waarin je in 7 minuten tijd de functionaliteit van de app kunt zien. En dan zie je dus ook gedemonstreerd op een iPad en hoe dat in de praktijk eruit gaat zien. Thank you for taking the time to watch this demo. In less than 8 minutes, you will get an excellent first impression of what the Aviva Teamwork solution can do for your organization. And I already promise you that this short time investment will be more than worth it. Aviva Teamwork is a web and mobile application that allows production companies to increase their productivity and the total level of performance. With Aviva Teamwork, employees can solve problems completely independently and learn continuously. Our demonstration starts with Jeff, an operator on the shop floor who needs to consult a work instruction or needs help solving a problem he has never encountered before. For example, the case packer that does not pick up the product as it should. Instead of calling technical support and waiting for them to come by, Jeff can use an iPad to scan the strategically placed QR codes on the equipment to access all the information he needs in less than a second. That in the language he prefers. The QR code takes you directly to the equipment page. This is the beating heart of Aviva Teamwork. This is the central hub for all information related to this machine. Each equipment page can contain an unlimited number of work instructions and SOPs, preferably in video format. But of course, we also support text, photos, attachments, and links. Many of our clients start uploading existing PDF training materials or one-point learnings, visually executed work instructions in the form of a comic strip, and gradually video content is added. If we zoom in on the information for this work instruction, we see the version history, the latest revision date, and who is responsible for approving this content. This helps our customers with ISO compliance because documents are easy to follow and manage. Staff will be notified when instructions are corrected, updated, and republished. By clicking on the tab on the Watch the Work Instruction page, he will get a filtered view of the new work instructions that he has yet to view. When we return to the equipment page, Jeff finds solutions to potential problems. They are similar to instructions, but they describe both the problem and the solution. This allows Jeff to solve the problem quickly and without the help of others. This way, he can get production going again within a few minutes, which is a valuable time saver. What we see here is a filtered view of the news feed, where this equipment is tagged and centralized. All critical events such as downtime, maintenance, etc. are recorded here. This source becomes a goldmine of information that provides performance engineers with all the insights for improvement opportunities. Here you will also find the production settings. This is the place to save standard or product-specific machine settings as quick references. As before, Jeff can scan a product barcode and instantly retrieve the parameters he needs to perform a product change. The Experts tab shows a list of colleagues who know this equipment best and have the most experience in solving any problems. If we look at the equipment information, we see the exponential advantage that Aviva Teamwork has for larger, globally operating organizations with multiple factories that use the same kind of machines. Using the machine manufacturer's model number, you can easily standardize work instructions across multiple locations, ensuring best practice and results from all plants can be shared. If operator Jeff can't find the answer to his question, he can switch to the factory feed and send a virtual call for help. This is a special type of news item that alerts all experts just mentioned that there is a problem. Since Jeff was able to share photos and videos of the problem, the team can quickly work together to find a solution, often remotely. Once a solution is found for this problem, it can be added to the knowledge base. Back to the factory feed. This communication channel can also be used for end-of-shift or meeting reports, as well as health and safety reminders and updates between departments.
For example, work orders can be automatically created in a maintenance system so that maintenance problems are signaled and reported. Finally, let's take a look at the platform's training and skills capabilities. One of the significant differences between Aviva Teamwork and traditional learning management systems is that we give supervisors, HR, and the operators the opportunity to oversee, monitor, and manage their learning development. Jeff can click on his skills at any time to see his assigned training and where he is in terms of mastering those assigned skills. If we dive deeper into a random skill, you will see that they are all multi-step training programs. Each program is built from instructions and content in Aviva Teamwork. Once Jeff has completed each step, he can ask his supervisor for approval, who can see precisely how Jeff performed the tasks. I now switch to my browser and log in as Production Supervisor Samuel to show how you can use Aviva Teamwork to manage the skills and training programs for your employees. Recent research shows that 60% of manufacturing companies still use paper or Excel to track their workforce skills. Obviously, this is not efficient. It's difficult to follow and maintain. At a glance, Samuel sees all skills and where the team stands in terms of competence in those areas. If Lisa has called in sick and Samuel needs another operator to start production, he can filter the view to see only specific roles and lines. The skill matrix shows him that Isaac's skill has expired. Jesse and Isabella are only at level 2 and are not allowed to start the line. But Jeff is available and able to start production. The red dots indicate which operators are late with their retraining on specific procedures, and the green dots indicate who has requested approval for a skill. In this way, management and employees are able to manage and monitor their skills without depending on others in the field of learning and development. Call or email us to discover how Aviva Teamwork can increase performance and productivity within your organization.